Hoe zit het afstandsleren in elkaar op de basisschool Omer Watté? Eerst en vooral geen paniek, samen slaan we ons wel door. Bij voorkeur verloopt dit volgens het tijdschema het welke u kreeg voor de paasvakantie. Dit schema, de dagindeling, wij starten om 8:50 en dan hebben we 3 grote werkblokken. Les 1, les 2 en les 3. Die zijn aangevuld met pauzes en met ook momenten voor andere zaken te gaan doen. Heeft u geen tijd? Bent u aan het telewerken of bent u nog aan het werk? Geen probleem, dan kan u volgens een eigen planning gaan werken, want de taken blijven op de website van de klas staan. De basis van ons afstandsleren zijn de klaswebsites. Ik laat ze nog eens zien, van L1 tot en met het zesde leerjaar. We pikken de klaswebsite van het vierde leerjaar eventjes uit om er dieper op in te gaan. Twee belangrijke zaken, afstandsleren bovenaan links op alle websites en de chatfunctie om contact te maken met de juf of de meester. Bij afstandsleren ziet u verschillende data staan. Maandag 20 april starten we met alles en dan zie je als je op maandag 20 april klikt, zie je mogelijkheden les 1, les 2 en les 3. Eventjes les 1 eruit, komen we terecht in 4 stappen. De les 1, de wiskunde, is opgebouwd uit het aandachtig bekijken van een filmpje waar de leerling instructies zal krijgen. In een volgende stap wordt er een taak aangeboden. De derde stap, een belangrijke stap. Mocht er nog problemen zijn, dan kan u aan de slag met de juf of de meester. En bent u een vlugge vogel, dan kan je nog enkele magjes maken, een boek lezen of eventjes pauze nemen. Dus uitzoeken op stap 3, want als er problemen zijn, dan kan u terecht bij de juf, de meester of zelfs een assistent. Onderaan links vindt u dus de chatfunctie. Hier gaan we chatten met juf Severin. Als u klikt op die chatfunctie, komt u terecht in dit venster. Je kan onderaan een berichtje aan de juf of aan de meester typen. En dan, heel belangrijk, bovenaan dient u de voornaam in te vullen. Als aan de slag met juf Severin, het allerbelangrijkste, je moet het groene vinkje aanvinken. Als u dit niet doet, dan start de chat helemaal niet. Voilà, hier zie je Thomas die met de juf heeft gechat en die zit vast en de juf of de meester die zal dan zorgen voor een link om verder te gaan in een praatbox. Praatbox kan op twee manieren. Als je werkt met een desktop of met een laptop, dan ga je naar www.praatbox.be. Via de link kom je automatisch in de praatbox terecht. Als je werkt via een tablet, dan werken we met de app Jitsi Meet. Eerst de focus op desktop en laptop. In de chatfunctie zal er een link staan zoals u die hier ziet staan. Als het kind of de ouder klikt op die link, dan komt die in de betreffende praatbox terecht en kunt u verder aan de slag. Zo ziet deze praatbox eruit. Bovenaan links moet je dan de camera en de microfoon toestaan. Daaraan zie je twee icoontjes staan van microfoon en van camera. En die kan je alle twee instellen en aanzetten. En dan kan je contact maken met de juf of de meester. En dan komt die terecht op je scherm. Voilà. Werkt u met een tablet, dan gaan we aan de slag met Jitsi Meet. Dit werd eventjes iets anders. Je krijgt in de chatbox van het contact met de juf of de meester krijg je een naam van de room waar je naartoe moet. Hier is het Jelle Klaskracht. Naam,
gaan intikken in het bovenstaande valk, sorry, het bovenstaande balkje. Daar staat Jelle Klaskracht. Eenmaal u dat heeft gedaan, bent u gewoon met de juf, de meester of de assistent. Nogmaals, geen paniek. Als er vragen zijn, krijgt bij alle juffen of meesters via de gekende e-mailadressen van de klas zelf. Nog meer paniek, een specifieke zorgvraag, ook geen probleem. U kan terecht bij juf Lindsay via zoko@omerwat.be en zij zal je verder helpen of de vragen doorgeven aan de betrokken personen. We wensen je heel veel succes en hopelijk lukt dit voor iedereen voortreffelijk.